we zeggen nog niet op voorhand dat de wetgeving moet worden aangepast. Maar dit is nou typisch zo'n zaak waar je moet kijken van, goh, waar zijn we nu tegenaan gelopen? Nou, een van de dingetjes bijvoorbeeld waar we tegenaan liepen is het informed consent. Mensen die meedoen, die moeten een stuk tekenen waarin ze uiteindelijk duidelijk maken dat ze zich bewust zijn van de risico's die ze ook lopen, het privacy element. Dat hebben we hier allemaal zelf moeten verzinnen. Hoe doen we dat nou? Nou, misschien is dat ook iets om in het kader van wetgeving eens naar te kijken. Kortom, kijk nou eens naar aanleiding van zo'n zaak. Waar zijn we tegenaan gelopen? En kan het op het gebied van ook wetgeving misschien nog beter, zodat we het middel nog beter kunnen inzetten?